E-commerce is ontzettend toegenomen de afgelopen jaren en met name snelheid is heel belangrijk geworden, omdat klanten het belangrijk vinden wat we vandaag bestellen willen we morgen binnen hebben. Daarnaast is de concurrentie ontzettend toegenomen in verband met de lagere lonen in andere landen. Efficiëntie wordt dus nog meer belangrijk. DistriSort is een system integrator op het gebied van sorteeroplossingen. Sorteren wordt gebruikt voor diverse logistieke stromen in een warehouse. En dat kan bijvoorbeeld zijn het inkopende goederen, het tellen, de uitgaande goederen. Bijvoorbeeld als je een winkel bevoorraad moet worden en het aantal stuks naar winkel moet worden gestuurd. Maar wat een heel leuk fenomeen is op dit moment is dat je door de e-commerce ook heel veel retourstromen ziet. Want de mensen die zijn eigenlijk gewend een artikel te kopen, maar net zo gewend om het weer terug te sturen. Dus dat betekent eigenlijk dat ook de retourstroom steeds meer in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Daarnaast is de tijd to market heel erg belangrijk. Als een leverancier bijvoorbeeld een nieuw artikel op de markt heeft gebracht en die wil het via zijn distributiekanaal op de markt brengen, dan wil je dat natuurlijk zo snel mogelijk doen. Nou, door dat te doen met een bepaalde sorteeroplossing, kan je die time to market heel erg snel maken. En geeft dat ook de mogelijkheid dat de betreffende gebruiker van de machine ook voorop kan lopen in het logistieke proces en ook voorop kan lopen in de markt. Sascha ontwerpt en verkoopt schoenen, accessoires en tassen al meer dan 100 jaar. Vanuit het distributiecentrum hier in Tilburg worden alle winkels bevoorraad. En ook de webshops in alle landen. En dan heb ik het over Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Nu, door de komst van de sorten, is het enige wat we nog hoeven te doen als er nieuw goed binnenkomt. De schoenen uit de dozen halen, uit de grote overdozen, zitten natuurlijk nog wel in schoendozen. Die worden gescand, gaan de band op. In het systeem zit een verdeling welke goederen naar welk filiaal worden gestuurd. En uiteindelijk zorgt de sorter ervoor dat de juiste schoenen in de juiste goot belanden, die uiteindelijk weer is gekoppeld aan een winkellocatie. En de online goederen voor de webshops in alle landen, die worden vanuit hier met de pakketpost verstuurd. Online aankopen doen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. En hierdoor is het aantal te sorteren pakketten van PostNL sterk toegenomen. Vanzelfsprekend willen deze mensen hun aankopen snel in huis. En dat betekent dat wij behoefte hebben aan een sorteersysteem wat snel en betrouwbaar kan sorteren om aan deze verwachtingen van de mensen te kunnen voldoen. Voor de kleine pakketten die door de brievenbus kunnen, hebben wij gekozen voor het sorteersysteem van DistriSort. Dit systeem kent een hoge sorteersnelheid en een hoge mate van betrouwbaarheid. Door middel van deze identificatie kunnen wij het pakje in het systeem traceren en kunnen wij onze klanten informeren over wanneer het pakje wordt bezorgd. Gezamenlijk werken wij aan de ontwikkeling van het systeem om in de toekomst aan de wensen van de klanten te kunnen blijven voldoen. Sorteeroplossingen zijn in de markt algemeen geaccepteerd. Het is belangrijk te kiezen voor een flexibele oplossing om mee te kunnen groeien in een veranderende markt.